Op dezelfde avond, bijna op hetzelfde moment, ontspoorde bij Woerden een trein met 150 Britse verlofgangers die op weg waren van Duitsland naar Hoek van Holland. 6 van de 11 wagons liepen uit de rails en kantelden gedeeltelijk. Bij dit ongeluk werden 2 mensen gedood en 10 zwaar gewond. Nadat de slachtoffers waren afgevoerd, begon personeel van de spoorwegen direct met het opruimingswerk. Pas de volgende ochtend kreeg men een duidelijk overzicht van de enorme ravage die door het ongeluk werd aangericht. Enkele wagons lagen in het weiland terzijde van de spoorbaan. De president van de Nederlandse spoorwegen, ingenieur Lohman, was met andere spoorwegautoriteiten op het terrein van de ramp aanwezig. Met de grote kraanwagen van de NS werden de gedeeltelijk intact gebleven rijtuigen weer op de rails geplaatst. Reeds vrij vroeg in de ochtend was het herstelwerk zo ver gevorderd dat de treinenloop over 1 spoor hervat kon worden. Men vermoedt dat dit spoorwegongeval is ontstaan doordat de trein met te grote snelheid een nieuwe wissel heeft gepasseerd.